Maar er blijven een aantal grote vragen. En een van die vragen is natuurlijk, wat veroorzaakte nou die expansie van het heelal? Dus deze is eigenlijk degene die we goed in de hand hebben. Wat gebeurde er in het heelal, zeg maar, na de leeftijd van 400.000 jaar? Dat is in feite dit. Dit zijn stills uit de simulatie die ik net liet zien. Wat gebeurde er in die tijd? Daar kunnen we mee uit de voeten. De grote vragen liggen eerder. Dat zijn de volgende Nobelprijzen nu. Dus wat gebeurde er precies in die eerste seconde? Wat gebeurde er in de eerste fractie van de eerste seconde? Kunnen we het bewijs van inflatie vinden? Wat is donkere materie? Duidelijk, absolute Nobelprijs. Wat is de donkere energie en de kosmologische constante? Het bewijs van inflatie. Een grote vraag in de fysica natuurlijk is, hoe verenigen we kwantummechanica en kosmologie? En dan tenslotte, ja, nog een aantal diepe vragen waar we eigenlijk ook mee worstelen. Eén daarvan is het zogenaamde fine-tuning probleem. Dus als je kijkt naar het heelal waarin we leven, we hebben dus veel metingen gedaan, we weten hoe het heelal zich gedraagt. We hebben de parameters bepaald die het heelal in feite beheersen. De Hubble-constante, de dichtheid van het heelal, de kosmologische constante, dat weten we allemaal. We begrijpen dat het heelal geometrisch vlak is. Het blijkt, als je daarmee gaat rekenen, dat als het heelal net een beetje anders zou zijn, dan heb ik het echt over een fractie, dat heelal er compleet anders uit zou zien. Dus bijvoorbeeld dat het helemaal geen leven voort zou kunnen brengen. Of tenminste geen leven zoals wij dat kennen. Of dat het heel snel zou inkrimpen. Of heel snel zou opblazen tot een ijle leegte. Dat noemen we het fine-tuning probleem. Dus het blijkt dus dat de parameters die het heelal beheersen, precies de juiste waarde hebben om het heelal voort te brengen zoals wij dat kennen. En om leven voort te brengen. Om überhaupt een heelal voor te brengen dat leven zoals wij dat kennen kan voortbrengen. Waarom is dat zo? Er is dus blijkbaar op een of andere manier worden die parameters afgeregeld. Nou, dit is natuurlijk een gebied waar theologische argumenten een rol gaan spelen zodra je dit zegt. Die richting wil ik helemaal niet op. Ik ben ervan overtuigd dat hier fysica achter zit. Maar het is een onopgelost probleem. Eén manier om daarnaar te kijken, die vrij populair is, is het multiversum heelal. Dus dat we het niet hebben over één heelal, maar over oneindig veel heelallen. Die allemaal willekeurige waardes kunnen hebben van kosmologische parameters. En dan zitten wij natuurlijk in het heelal dat de parameters heeft die wij meten en die zo zijn dat het leven kan voortbrengen. Dat is eigenlijk een soort van statistiek argument in dat geval. Als je oneindig veel heelallen hebt, dan zal er vanzelf één zijn die het leven kan voortbrengen. En uiteraard wonen wij dan in. Dat is speculatief. Dat soort theorieën die overigens zeer serieus zijn, hebben één heel groot probleem. Ze doen eigenlijk geen testbare voorspellingen. En daar zijn we niet blij mee in de wetenschap. We willen dingen kunnen verifiëren en met name ook falsifiëren. Wij willen graag van een theorie dat je kunt aantonen dat die onwaar is. Hè, dat die iets testbaars voorspelt. Als die onwaar is, dat je dat kunt aantonen. Het is bij die multiversumtheorieën maar zeer de vraag of dat überhaupt ooit zou kunnen. Dat is natuurlijk geen bewijs dat het niet het geval is. Nou, dit is duidelijk de grens van het denken op dit moment. Het is ook de grens van waar sterrenkunde, natuurkunde, wiskunde en filosofie bij elkaar komen. En waar absoluut nog heel veel te doen is. En dan misschien de allergrootste vraag is eigenlijk een hele simpele vraag. Die ik vaak krijg. En dat is een simpele vraag die men dan stelt. Wat was er voor de oerknal? Nou,
Ik vind dat je daar als sterrenkundige altijd serieus op in moet gaan. Want het is namelijk een zeer serieuze vraag. Het laat dus zien dat mensen, dat iedereen een kosmoloog is. En dat iedereen nadenkt over dit verschijnsel. Kosmologen zijn geen mensen achter koude telescopen of in stoffige kantoortjes. Iedereen is een kosmoloog. Iedereen wil dit weten. En je kunt hier een aantal verschillende antwoorden op geven. En het eerste antwoord is flauw, maar wel juist. En dat is zeggen dat die vraag eigenlijk niet goed gesteld is. Want er is geen voordat. Want de tijd ontstond in de oerknal. Dus als je zegt, wat was er voor de oerknal, dan impliceer je dat er al tijd was voor de oerknal. Dat iemand vervolgens op die knop heeft gedrukt. Dus die vraag is niet goed gesteld. Tijd is ontstaan in de oerknal, dat is gewoon waar. Je kunt niet spreken over voordat, is ook waar. Maar toch, als je zoiets zegt, maak je het te kort af. Het is te kort door de bocht, want het is wel degelijk een relevante vraag. Waar kwam de oerknal vandaan? Ook dat is eigenlijk niet goed geformuleerd, want het impliceert toch iets van een tijd. De beste manier, denk ik, om die vraag te stellen is, waarom bestaat het heelal? Dat is dus een enorm diepe vraag. Als je het op die manier formuleert, dan ga je het niet in termen van tijd formuleren. Maar waarom bestaat het heelal? En nogmaals, dit is waar filosofie, wat je absoluut voor een deel als een exacte wetenschap kunt beschouwen, wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde bij elkaar komen. En waar heel veel aan te doen is. Dus eigenlijk is dit nog een veel grotere vraag dan donkere materie, donkere energie. En dat is eigenlijk ook de laatste vraag die ik wou stellen in dit college, zonder hem te beantwoorden. Waarom bestaat het heelal? Dat is de vraag.